Mackie op een paar meter. Ja. En Erik die, die met de forcing voert, kon je Erik echt niet hebben? Ja, ik voelde al een beetje dat ik het merendeel van het kopwerk moest doen. In de laatste ronde heb ik eigenlijk bijna alles op kop gereden. En eigenlijk tot het laatste stuk voor de finish. En Erik die wil mij inhalen en die, die raakt mij aan, waardoor ik eigenlijk richting een boom gezet word. Waardoor ik in de remmen moest en dat hij mij op die manier voorbij kon. Ik snap dat het een teleurstelling voor je is, wat ik wel zag in de wedstrijd. Ja, teleurstelling, het maakt mij niet uit dat ik tweede word in Berlijke. Ja. Maar het is meer zo van, ja, als hij op zo'n manier wil winnen, dat een beetje flauw. Oké, okay. Daar ga ik verder niet over. Wat ik wel zie in de wedstrijd is dat jij op een gegeven moment naar de eerste groep reed. Ja. Je sluit aan, je komt echt snel bij die groep en je rijdt weg. Had je niet het gevoel dat je weg kon blijven of was het te lang? Nee, ik probeerde het eventjes, maar ik denk ook een beetje veel energie verspeeld in mijn inhaalrace. Het was gewoon lastig wegkomen op het snelle parcours. Het parcours was eigenlijk te snel om echt het verschil te kunnen maken. Dus dan moet je wel zoveel harder rijden, maar dat lukt gewoon niet. Ja, dan wordt het een soort van sprint, zeg maar. Overal vandaag tevreden over jouw tweede plek? Maar maakt niet zo uit eigenlijk. Nee. Ik vind het wel even prima. Toch gefeliciteerd en dank je.